Ik kan uit, jullie verliezen met 2-0 bij NEC. Wat is jouw eerste gevoel na deze wedstrijd? Ja, klote gevoel natuurlijk. We waren natuurlijk wel beseft dat als je hier vandaag een resultaat haalt, dan doe je helemaal mee in die race om die play-off plaatsen. Dat doen we nog steeds, alleen ja, dit had wel een hele mooie stap kunnen zijn naar boven toe. En ja, dat hebben we nagelaten. Was NEC veel beter vandaag dan jullie? Wat vond jij? Wat zag jij? Nee, dat vond ik niet. Ik denk dat in de eerste helft dat wij iets beter waren dan NEC. In de tweede helft was NEC gewoon NEC beter, hadden we het lastig. Maar zij hebben denk ik de wedstrijd beslist uiteindelijk met een dode spelsituatie. En, ja, dat is killing. In zulke wedstrijden moet je dat voorkomen. En dat hebben we vandaag gewoon niet goed gedaan. Ja, het stond binnen 2 minuten in 1 keer 2-0. Wat gebeurde er in die periode? Ja, voorafgaand hebben ze al een paar corners waarbij ze kunnen koppen. Bal op de lat, bal van de lijn gehaald door NS. En, bij de derde kopt hij hem in en in onderweg naar de goal. Wordt het nog voor mij van door Philip Sandler, die zei net tegen me dat hij nog raakte. Ja, daar kom je 1-0 achter. En dan is het natuurlijk finesse dat je zo snel die tweede tegen krijgt. Eigenlijk uit volgens mij balverlies van ons en dan een counter en die bal ligt erin. Ja, dan is het. Dan kan je bijna wel zeggen dat het gespeeld is. Het gebeurt niet zo vaak. Je denkt na een tegendoelpunt of je staat op scherp of ja, je knakt. Wat gebeurde er? Kun je dat uitleggen? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig om daar even een uitleg voor te geven. Het feit dat het gebeurd is en dat het niet mag gebeuren. Maar goed, dat weet iedereen. Dat zijn allemaal clichés. Ja, wat er dan gebeurt, ik heb geen idee. We proberen op te bouwen, te voetballen. En misschien moet je dan wel zeggen van nou, we spelen met een paar minuten lang. Even overleven en dan knokken we ons weer terug in die pot. En eigenlijk voor je goed en wel kan beginnen aan slotoffensief, heb je meteen die tweede om je horen. Ja, dan weet je dat het lastig wordt. Ja, je zat er nog wel bij, volgens mij, bij één van die goals, bij allebei? Hoe bedoel je? Dat je hem nog aanraakte? Bij die tweede sowieso? Die tweede kwam ik net niet aan. Nou, die schoot hij voor mijn gevoel wel heel goed binnen. Tegen draad in de verre hoek. En die eerste heb ik wel geraakt, omdat ja. Vlak voor mijn neus wordt die verrichting veranderd en dan kan je niet meer op zo'n korte afstand dat nog goed maken, corrigeren en hem tegenhouden. Dus dat was vooral ongelukkig. Maar ja, het mag ook niet gebeuren dat hij zo vrij staat. Jullie waren net wel lekker bezig. Je had 2 clean sheets op rij. Volgens mij had je dat idee ook. En is het dan extra jammer dat het vandaag even misgaat? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het liefst heb je ook wedstrijd een clean sheet. Alleen, ja, het is nou helemaal voetbal en er worden fouten gemaakt. En dan vallen er wel eens tegengoals. En als keeper zijn, is dat helemaal het lot van het vak. Dat je niet altijd alleen maar de nul kan houden. En, natuurlijk is dat jammer, maar... Ja, voor mij is de 0 niet een doel op zich. Ik heb liever dat we bij wijze van spreken 5-4 winnen en dat we de 0-0 spelen, want daar heb je uiteindelijk meer aan. Dus ja, dat is jammer, man. Life goes on. Ik denk dat de fans dat vandaag ook wel liever gezien hadden. 5-4 of 10-5, maakt niet uit wie dan wint. Maar de wedstrijd hield ook niet over eigenlijk, hè? Nee, ik vond het inderdaad niet. Ik denk van beide kanten zullen ploegen dat wel bevestigen dat het niet fantastisch was. Ik vond ons in de eerste helft aan de bal wel comfortabel. NEC heeft wel van druk te lukken, is denk ik nieuw. Ja, ik denk inderdaad niet de meest leuke wedstrijd was om maar te kijken voor de neutrale toeschouwer. Jij bent al blij dat je speelt, toch? Je mag gewoon lekker weer spelen, het seizoen uitspelen en genieten van de minuten die je maakt. Nou ja, kijk, het is heel simpel. Dat is wel heel kort op de bocht, denk ik. Dat is alweer een paar weken terug dat die keuze gemaakt is. Nou ja, ik wil het hele seizoen al spelen en krijg mijn kans. En nu sta ik niet meer in de goal vooral. Ja, ik vind het zo leuk en ik ben lekker aan het genieten. En we zien wel. We willen nu de play-offs halen. Dat is ook mijn mindset. En ik ben niet van die plek nog weg te geven, ook naar volgend jaar niet. Ik ben niet van vasthouden. Ja, het wordt wel lastiger vandaag met Fortuna Sittard die nu op gelijke hoogte komt. Punten. Kijken jullie naar boven, naar beneden of wil je gewoon die achtste plek of hoger? Nee, we kijken alleen maar naar boven. Ik denk dat we inmiddels wel kunnen zeggen dat we vrij comfortabel gehad hebben naar de onderste plaatsen. De play-offs zijn gewoon binnen handbereik, ook naar vandaag. Ja, het scheelt natuurlijk dat Feyenoord en NEC in de beker vandaan staan, waardoor je een extra plek krijgt die weggeeft op die play-offs. Dus daar gaan we vol voor. En dat is vandaag een tegenslag, maar we zitten nog volop in de race. Mooi, schouders eronder en veel succes ermee. Dankjewel.